Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Misschien herken je het al aan de bovenkant. Dit is weer een sprinter naar Den Haag Centraal. Deze heeft wat knutsel aan de achterkant. Er schijnt een decoder in te zitten. En er is een probleem met de verlichting. En het leukste vind ik nog wel, er zitten hier reizigers in. Even kijken of ik dat op het scherm kan krijgen. Ja, pupkes. Dat geldt ook voor de andere. Ik weet niet of niet meer wat voor decoder erin zit. Ik weet wel dat de verlichting. Ik kreeg wat losse lampjes erbij. Wat nog gloeilamp was. En ik wil hier toch dan graag LED in hebben zitten. Deze bekabeling wil ik plugjes van maken. Misschien dat ik iets kan met binnenverlichting. Maar dat is het plan. En stap 1 zal zoals meestal zijn. Even de boel schoonmaken, strippen. Openmaken, laten we daarmee beginnen. Maar even de oude bekabeling. Die tussen de wagons, of tussen de treinstellen zit, loshalen. Zodat ik wat makkelijker kan werken. Nou, meestal kun je bij deze makkelijke dak eraf halen. Hoppa. Gelukkig in dit geval ook. Hier zitten ook nog gloeilampen in. Hier lopen wat kabeltjes. Zo. Ja, oké. Dan gaat er één hier naar de wielen toe. En die gaat dan naar buiten toe. Dit is de motorloze deel. Zo. Staat deze aan? Ja, deze staat aan. Is dit wel gesoldeerd? Ja, het is wel gesoldeerd. Oeh, dat is één deel. Betekent ook dat de binnenverlichting. Eens kijken, hoe is dit nu gedaan? Binnenverlichting is naar een kabel. En dit is de front. Nee, dit is alleen binnenverlichting. Ik ben benieuwd hoe dit in elkaar zit. Wat voor verrassingen er aan de andere kant zitten. Een boel kabels, dat is in ieder geval zeker. Hier achter zit een decoder, oké. Dit zijn de motorbekabeling, die zitten ook aan de motoraansluiting van de decoder, dat is goed. Deze schroef er eens uit te halen. Ja. Kijk. Eén decoder hier zo. Met de
gele draad niet verbonden, de witte draad wel verbonden, de motordraden verbonden. Dan zouden deze twee naar de stroompick-up moeten gaan, denk ik. Hier is de decoder. Eén stroompick-up gaat naar de wielen hier. De andere stroompick-up ging naar de wielen daar. De witte voor de verlichting gaat naar hier, deze rail, en ging naar hier. Eén van de rail, laat ik het daar even op houden. Samen met de grijze, die gaat hier naar een rail en gaat daar naar een rail. Die schakelen de binnenverlichting en schakelen ook de verlichting hier. En ik denk dus dat deze, doordat er alleen maar de witte draad gebruikt is, dus de frontverlichting hier, de frontverlichting en daar de sluitverlichting branden, en geen wisseling van verlichting mogelijk was, zoals die nu in elkaar zit. Wat me ook opvalt is dat iemand hier bankjes weggezaagd heeft. Dat vind ik ook interessant. De poppetjes verhullen het enigszins. Een andere treinstijl ziet er beter uit wat dat betreft. Het soort decoder moet ik even op de baan zetten, denk ik. Want dan kan ik er zo niet uithalen. Ik kan de chip zo niet lezen. Ik hoop dat hij niet al te oud is, dat hij nog te gebruiken is. En hij heeft dus ook alleen maar gesoldeerd op dit moment. Een frontverlichting, sluitverlichting, uitgang. Er is hier nog wel één vlakje vrij. Maar afhankelijk van wat voor decoder dit is, zou ik dat nog kunnen gebruiken. Voor de verlichting van binnen. Nou, mijn plan is eenvoudig. Eerst even weten welke decoder dit is. En als ik dat weet, de boel opruimen. Dit LED, deze LED, stroompick-up van alle wielen hier. Als het kan, ook van alle wielen hier. Maar dat zou betekenen dat ik frontverlichting, sluitverlichting, binnenverlichting, gedeelde gemeenschappelijke plus. Er zijn al vier kabels, plus dan nog twee stroompick-ups hier doorheen moet leiden. Dan hebben we het over zes kabels. Dat is wel wat aan de hoge kant, moet ik zeggen. Als ik dat niet doe, dan kan ik af met vier kabels. En als ik geen LED gebruik, dan zou ik nog iets kunnen doen met terugvoeren via de rail. Zou nu ook moeten kunnen. Waarbij de verlichting wat meer zou kunnen knipperen, omdat die dan voor de helft van de tijd gemiddeld maar kan branden. Nou ja, goed, dat is lastig met hoe DCC werkt. Dat zou mij nog een kabel besparen. Zou ik met drie kabels hier naartoe deze hele verlichting kunnen regelen. Ja, dit is een leuk projectje. En leuk ook dat hier allemaal mensen in zitten. Ik ben benieuwd hoe vast ze zitten. Ik heb het idee dat ze muurvast zitten. Dus dat is wel jammer dan dat deze hier zo stuk zijn. Even kijken of ik die nog rood geverfd kan krijgen. Valt het in ieder geval minder op. Om een betere stroompick-up te krijgen, heeft de vorige eigenaar, of een vorige eigenaar, deze wielen zo
draait, denk ik, dat deze stroompickup hier opgesoldeerd zit en deze stroompickup hier aan de zijkant van de wielen, die een beetje verbogen is ook nog, dat het allemaal op deze twee wielen zit in plaats van de schroef in het midden te gebruiken die hierop uitkomt om deze wielen te pakken en dan de bekabeling om de andere wielen te pakken. Dus dit is een extra dubbele uitvoering om van één kant stroom te pakken, terwijl dat hier de stroompickup ongebruikt is als hier nog überhaupt op zit. Volgens mij is hier zelfs afgehaald. Hier sowieso rare dingen aan. En ja, dit is interessant. Altijd leuk, dit soort projecten. Kijken wat je allemaal tegenkomt. En hier lijkt wel weer een plasticje te zitten. Dat is leuk. Dan blijven de wielen goed gesmeerd. Maar als na een paar jaar de olie opdroogt, kun je er helemaal niet meer bij. Dus ik denk dat ik nog even aan het opruimen ben. Voordat ik hier alles in een toestand heb dat ik er aan kan gaan werken om het af te maken. En met afmaken bedoel ik natuurlijk mooi in orde maken. Ik ga in ieder geval zo deze wielen weer terugzetten. Ik vanaf deze kant op beide assen, nee, op beide wielen, zo, van beide spoorstaven stroom kan pakken. Ik werk meestal met het hoe meer stroom pick-up, hoe beter, en niet hoe meer op één as, hoe beter. Dus liever hier de volle stroom pick-up, hier de volle stroom pick-up. Hier even kijken en ik weet dat hier ook stroompickup mogelijk is. Sterker nog, ik geloof dat een deel van de stroompickup op het frame zit. En dat allemaal combineren. En zoveel mogelijk wielen op de stroom op laten pikken. Dan twee wielen zo goed mogelijk en hopen dat die altijd contact maken. Dus deze kan straks weer terug hier en deze kan ik nu ook terugvoeren. Dat betekent dat de decoder en dit allemaal los is. Ik heb hem geprobeerd uit te lezen en ik krijg nog geen resultaat. Dat is jammer. Even puzzelen. Kijk wat voor chip erop zit. Het begin van de verlichting is hier. Zo. Met deze voeding knipperen ze er een beetje. Maar ik heb hier dus 6 leds. Even een weerstand om... Even een weerstand om te testen. En ik heb ze gewoon aan deze rail vastgemaakt die ik straks ga isoleren. Een beetje last van mijn stem hoor ik. Die rail ga ik straks isoleren van de rest. Zodat ik daar de verlichting op kan zetten. Deze gaan naar de front- en sluitverlichting toe. En die gaan op de gedeelde gemeenschappelijke plussen straks. Hopelijk heb ik ze goed aangesloten. Ah, ik zie nu, dit is de min. Nou, mag wat even puzzelen hoe ik dat ga doen. Ergens een snede maken en een brug zetten. Maar goed, dat is makkelijker dan al deze leds omdraaien. Ik zal bij de andere beter opletten. Ik heb nog wat lopen spelen en rommelen met de aansluitingen om het allemaal goed te krijgen. Op dit moment heb ik hieronder de diodes weggehaald. Hier heb ik een diode. Het ziet er niet uit als een diode, maar het is dus een rond schijfje. Dat fungeert als een diode. Wat ervoor zorgde dat deze lampen goed geschakeld werden voor de gloeilampen. Die gaan eruit. Waardoor dat deze twee pinnen volledig geïsoleerd zijn van alles wat eronder zit. Hetzelfde hier. En ik heb deze waar hier een weerstand even aan zit. En hier ook een weerstand aan zit. Dus mijn plusrail, dat wordt mijn gezamenlijke plusrail. Via deze pin gaat hij naar het frame. En daarmee wordt mijn hele frame het gezamenlijke pluspoolpunt. Omdat de motor volledig geïsoleerd is, zou dat geen probleem moeten zijn. Ik heb dit eerder gedaan. Dat ging goed. Hopelijk hier ook. Betekent dat
ik hierop geel en wit kan solderen wat mijn min polen zijn voor mijn leds. Deze drukken dan op de leds en de leds zelf zitten weer aan het frame vast voor de retourstroom. Of voor de pluspol. Die dan weer via die schroef hieruit komt. En dit gaat weer aan de decoder. Deze kant wordt de, ik denk groen. Groen klinkt goed. In ieder geval een van de functies om binnenkant te schakelen. Ja, hier heb ik er eentje. De andere kant die heb ik even aangesloten. Met een voltmeter. Er staat nu 2,6 volt op achter de weerstand. Dus plus komt hier van de trafo in de hoek. En gaat het naar deze hele kant. De min gaat ook naar de trafo. En heb ik hier even twee pluggen opgezet. Zodat ik kan zien. Het is 12 volt. Als ik die aan de andere kant van de weerstand zet. Dat is niet de goede. 10 volt. Kijk. Strakjes is dat nog iets meer dan 10 volt. Dus deze lampjes zullen iets feller gaan branden. En even straks kijken hoe dit eruit ziet in het treinstel zelf. Op de achtergrond is dit 3D-printer hard bezig. Ik hoop niet dat dat te duidelijk op de opname is. Ik ga alles eens verder in elkaar zetten. En dan is er nog het mysterie van de bankjes. Het viel me op, dit is eerste klas. En hier zijn alle bankjes gehalveerd. Met denk ik als doel om hier enkele bankjes van te maken. Ik snap enigszins waarom. Alleen in werkelijkheid was eerste klas alleen maar andere bekleding en niet veel meer. Ik heb alles wat geel is wat rood geverfd, zodat het veel minder opvalt. En aan de binnenkant, als je hem straks van buiten afziet, dan hoop ik dat het niet te veel opvalt. Alle figuren zitten er goed vast, dus daar hoef ik ook niks aan te doen. Dus deze ga ik de lichten even inzetten. Ik ben inmiddels 2 dagen bezig met de verlichting. Het is echt een kawaii. De binnenverlichting is nog goed. De frontverlichting zit er inmiddels op. Die is duidelijk mooi en helder. Er is nog veel lekkage in de binnenkant. Dat moet ik nog met wat tape afwerken. Alleen de sluitverlichting. Zo. Behalve dat hij af en toe de neiging heeft om het niet te doen. Zo. Zoals nu. Is er ook nog het probleem dat er bijna niks doorheen komt. Dan zie je echt een duidelijk rode gloed, ook weer vanwege de lichtlekkage, maar het is hier niet te zien. Ik weet niet, misschien dat iemand deze glaasjes opnieuw gekleurd heeft, maar het is heel erg zwak. En ik zal daar eens even kijken bij mijn andere treinstellen, of ze het daar anders uitzien. En inmiddels heb ik wel de decoder erin zitten. Ik heb hier de kabelboom. De printplaat zit er eventjes op om dit allemaal te testen. Mijn stem is een beetje raar vandaag. En wat de verlichting betreft, wat ik nu heb gedaan met de front en sluit is... Ik heb dus de leds op de geleiders gesoldeerd en de pinnetjes die je hier langs de led ziet lopen, die gaan naar de gezamenlijke plus en dat is eigenlijk het frame. Het hele frame is de gezamenlijke plus, zodat ik eigenlijk via deze schroef dit frame kan gebruiken. En ik ben bezig met nadenken over de verbinding naar het andere treinstel. De motor is inmiddels gesmeerd, loopt als een zonnetje, ligt hier klaar om erin te gaan als, als dit probleem opgelost is. Dus ik ga even kijken wat er nu aan de hand is hiermee. Ik weet dat er een mogelijkheid is om dit helemaal eruit te halen. Even kijken of ik nog dat uit kan vinden. Ik heb ook altijd gezegd, er zijn ontzettend veel aansluitingen, kabels tussen zo twee van die treinstellen. Dat is zo'n gedoe.
Hier heb ik een plug die een beetje uitsteekt. Dit zijn 7 aders. Ik heb er 6 nodig. Ik heb er 7 gedaan, zodat je hem niet verkeerd om kunt doen en het ding opblaast. Die 7 aders zitten hierboven op het dak. En helaas, ik had eigenlijk gewoon een bestaand bracket willen gebruiken. Maar dat kreeg ik niet weggewerkt in deze. In deze trein. Dus ik heb mijn eigen bracket gemaakt en hier ingezet. Ook een beetje onder een hoek vanwege de kabels hier binnen. En vanwege de aansluiting straks hoop ik dat dat een mooi effect geeft. Of juist niet. Maar de grootste fout is, deze kleurkabels komen niet overheen met kleuren zoals ik ze wil hebben. Dat is heel jammer. Maar aan de andere kant heb ik een standaard connector waar ik 1 pin afgeknipt heb. En de kleuren hier komen bijna overeen met wat ik wil hebben. Nou, hier zitten de frontverlichting, sluitverlichting. Decoder zit hier, ik kan hem bijna niet zien, hieronder. Zo'n pick-up is geregeld. En als ik 1 zwarte draad weggewerkt zou krijgen, dan zou je aan de binnenkant er niets van zien behalve de motor en de mensen. En daarmee is deze zo goed als klaar. Ik heb een stukje van de printplaat gesneden, gedremeld, zal ik het maar zo zeggen. Zodat ik het dak er beter op krijg, dat ik wat meer ruimte heb. Dat is dus 1 kant, de motorkant. Het motorloze deel, hier komt dat stekkertje binnen. Een heleboel kleine draadjes die allemaal nog individueel verlengd moeten worden, maar dan heb ik hier wat meer plek om deze aansluiting mooi te maken. Er zit nu redelijk wat lijm in en als die goed opgedroogd is, dan weet ik dat hij nog net genoeg buigzaam is om hem precies goed te krijgen. Kabeltjes zijn zwart gelakt, geverfd. De blauwe kabel zit hier op de gedeeltelijke plus, gaat naar het frame, die voert op de LED's die hier voorin zitten. En dit zijn de aansluitingen voor de frontsluitverlichting LED's. Deze hier moet ik allemaal nog afknippen. Die worden gevoed door deze LED, door de groene kabel. Dan heb ik geel, groen en wit. En dan hou ik nog, als het goed is, dadelijk 2 kabels over. Even kijken welke 2 dat zijn. En die zijn voor de stroompick-up. Dit is 1 stroompick-up. De andere stroompick-up is deze schroef. En alleen voor die kan ik niet de juiste kleuren gebruiken, helaas. Rood-zwart zou mooi zijn geweest, maar dat wordt, ik denk, grijs-zwart of oranje-zwart. Ik geloof wel dat ik zwart nog kon gebruiken. Dat wordt straks, als de verlichting erop zit, ga ik gewoon eens even testen, ook dat ik er geen kortsluiting ga maken hier. Dat betekent dat 2 treinstellen met binnenverlichting en frontverlichting volledig aangestuurd gaan worden vanaf 1 decoder. Het is bijna klaar en ik moet zeggen, ik ben hier nu al, ik denk een week, 7 dagen aan mee bezig om dit in orde te maken. Dit is toch wel een van mijn grotere projecten geweest. Ondanks dat ik eerder splinters heb gedaan, doe ik het toch elke keer op een andere manier. En nou, deze gaat mooi worden, maar in ieder geval niet veel sneller klaar dus. De lampjestruc. En ik heb hier een LED, een beetje gevouwen. Deze pin die hier uitsteekt naar boven toe is de pluspol. Die gaat dadelijk, zoals je ook gebogen is, tegen het chassis aan van de trein. En de uitstekende pin hier, die komt hierop. Er heeft al eentje opgezeten daar straks, die zat verkeerd om. Mij de gelegenheid geeft om even rustig uit te leggen hoe ik dit doe. Deze zit er al goed op.
Uiteindelijk komt er dus een led hier op. Ja, hoe zeg je dat? Hij zit er een beetje op, steekt een beetje uit. En die steekt hier precies het gat in waar normaal gesproken de gloeilamp in zou zitten. Fijner zou zijn, kleinere leds, die heb ik niet. Het zwart wat er omheen zit, dat is tape. Zwarte tape, die houdt in ieder geval een deel van het licht tegen. Zodat niet de hele cabine verlicht wordt. Het is niet 100% dekkend, maar het is beter dan helemaal niks. Deze ga ik hier ook nog opsolderen. Dan gaat hij erin. En dan hopelijk doet de verlichting het ook bij dit deel. Laatste stukje van het project. Met het testrijden merkte ik dat de motor soms vastliep, met name met het achteruitrijden. En ik kom erachter dat op dit kleine tandwiel een paar braampjes zaten. Er zit hier een, ik weet niet hoe zo'n ding heet, een ringetje, dat kun je eraf halen. Dan kun je voorzichtig het tandwiel eraf halen. Ik heb hem een beetje eerst helemaal schoongemaakt met wat alcohol. En daarna ben ik gaan kijken. Een paar tanden. Eén tand stond scheef, eentje was heel dun. En ik heb zo goed als het, zo goed en zo kwaad als het ging, de poel recht gezet en eigenlijk getrimd tot het geen probleem was. Dat zou betekenen dat dit wiel op bepaalde standen meer speling heeft dan dan het goed voor hem is. Maar, hoppa, kom. Hij, ja, de motor loopt nu dus ook goed op hele lage standen. Ik voelde echt een duidelijke tik, tik, tik elke keer. Misschien is dat ook op camera opgevallen. Dat is nu volledig weg. Dus, loopt nu rustig. Beide kanten op. De ene kant wat beter dan de andere nog wel. De hele boel was ook redelijk droog. Dus het is nu iets te veel smeer op. Maar het is gesmeerd. En ik ga hem zo aan de onderkant weer. De plaat erop zetten. Terug solderen. En dan zou die op de baan moeten kunnen. Om mijn leven makkelijker te maken heb ik hier de draden naar de motor wat langer gehouden, zodat ik hem zonder alles te demonteren eruit kan halen. De voorkant wordt dit, dus dat betekent dat oranje. En deze kant mag dadelijk. Maar eerst ga ik deze er terug opzetten. En dat zijn drie schroeven. Nummer 1 zit hier aan de onderkant. Nummer 2 zit hier aan de voorkant. En dan pak ik even een pincet voor. Zo. En nummer 3 zit hier op het einde. En deze drie houden het hele zo. Die houden de plastic onderkant tegen de metalen motorbehuizing aan. Het fijne van deze metalen Fleismans vind ik dat die heel goed zijn in de hitte kwijtraken. Een stukje beter. En de plastic Liman. Lima. Zo.
1. Is 2. Dat betekent dat hij nu alleen nog maar hierin hoeft. Kijk, dat is een beetje draaien, een beetje voelen. Ergens zal hij erin vallen. En daarna is het een kwestie van één kant. Met het plastic ding eronder, de andere kant erin zit. Zo. Dan zou die nu een stuk beter moeten rijden. Eén overgebleven probleem is dat de rode verlichting veel te zwak is. De LED is echt sterk genoeg, maar aan beide kanten komt het niet goed door. Ik kan niet vinden waarom zonder hem nog verder te demonteren. En de gewone verlichting, de witte verlichting is perfect. Binnenverlichting ziet er ook hartstikke mooi uit. En nu dat het rijden probleem hopelijk opgelost is, kan ik hem ook rustig op en neer laten rijden.